nodig is. De vouwwagen dan is aan een opmars bezig. En mijn ouders die hadden er ook altijd eentje. Dus ik weet hoe fijn dat is om op vakantie te gaan, zo'n vouwwagen. Nou, ik hoef dat kennelijk niet te zeggen. Want er zijn er steeds meer die aan de vouwwagens gaan. 2300 nieuwe vouwwagens werden er verkocht het afgelopen jaar. Dat is 21% meer dan in 2021 en 64% meer ten opzichte van het laatste vakantiejaar voor corona. De kampeer- en caravanindustrie die noemt twee belangrijke redenen. Fabrikanten die hebben nauwelijks te kampen met leveringsproblemen dit jaar en kunnen er daarom veel meer van de bank laten rollen. En de elektrische auto die schijnt een belangrijke rol te spelen. Die kan namelijk zo'n ding, omdat het wat compacter is, wat lichter is, veel makkelijker meeslepen. En ja, het wagenpark wordt steeds elektrischer en daar gaan de vouwwagens dus mee mee. Nou, is dit de manier waar jullie zeg maar, jezelf in zien zitten op vakantie? Of moet het toch, als jij zeg maar, scouting vibes hebt, toch iets primitiever nog? Nou, binnen scouting worden vouwwagens niet echt gebruikt. Maar het is natuurlijk wel een prachtig alternatief. Ja, voor de tent? Voor de tent of voor een camper natuurlijk ook. Dus ja, wat dat betreft, alles kan. Ja. Ja, maar je bent vooral buiten. Ja, dat is lekker. Zit de familie Rosenthal wel eens in zoiets als een vouwwagen? Ik denk zomaar van niet, maar ik weet het gezegd, niet. Nee. Nee, hè? Toch behoefte aan meer kinderen, luxe? Mijn kinderen waren altijd teleurgesteld dat papa niet zo graag in een camper of in een... ook vooral in een tent zou zitten. Nee, ik heb het vroeger wel gedaan natuurlijk, toen ik zelf klein was. Maar nee, een vouwwagen, nee. Nee, nou toch zijn er steeds meer mensen die het dus wel weten te waarderen. Het betekent wel dat je dus op de weg... Maar ik neem aan dat die vouwwagens dus komen uit een aanhangwagentje. Dus absoluut, ja, je houdt het echt gelukkig uit. Ik was net op vakantie door Duitsland heen. En dan zie je, als het Nederlanders zijn, dan zijn ze met die caravan. Dus dat beeld blijft overeind. Ja, misschien wordt het wel overgenomen door de vouwwagens. Want ja, het zijn er dus steeds meer.